Mijn naam is Evra, maar ik ben super tof dat jullie kijken naar deze eerste video van 2019. In deze video, of in deze miniserie, zal ik jullie laten zien hoe dat je zelf een eigen smart home kunt maken. Heb je nou zin in? Doe zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Dan gaan wij gelijk beginnen met het maken van onze eigen smart home. Ja, leuk dat jullie kijken naar deze eerste video van 2019. En daarom natuurlijk nog de beste wensen en een gelukkig en voorspoedig 2019 toe wens. En in deze serie en in dit jaar laat ik jullie zien hoe dat je zelf een eigen smart home kunt maken. Hoe gaan we doen? Als eerste hebben we natuurlijk een object nodig waar we gaan aanzetten. Laten we bijvoorbeeld voor deze lamp gaan. Je laat bijvoorbeeld voor deze lamp gaan die we automatisch willen gaan aan- en uitzetten zometeen. Nou, wat heb je voor nodig om het te doen? Ik zal even een lamp aan de kant zetten. Als eerste een klein kastje. En dit is een e-home, oftewel in dit geval een Somfy. Wat deze Somfy doet, is dat hij automatisch kan gaan schakelen. Als je pakketje openmaakt, dan zit erin. Als eerste. Nou, dan komt hij uit. Het pakketje zelf. En een paar beugeltjes. En dit kleine apparaatje zal ervoor zorgen dat je automatisch een schakeling kan maken. Eigenlijk kun je een beetje vergelijken met een schakelaar. Normaal zet je zelf de schakelaar aan en uit. En hier zit de schakelaar ingebouwd. En deze kun je met een eigen app op je telefoon gaan programmeren. En je kan wel tot 8 verschillende programma's hierin zetten. Nou, wat we in de laatste video gaan doen, is om zelfs gaan aansturen met voice control. En zo kun je hem zelfs met Google automatisch gaan aan- en uitzetten. Nou, wat ga je als eerste doen? Als eerste ga ik natuurlijk kijken hoe dat hieruit ziet. We zien er als eerste twee kanten op staan. De input. Hier komt zo meteen dus de stekker in. En aan de output, hier komt in ieder geval je lamp te zitten. Als ik even de kabel van mijn lamp erbij pak, nou, dan zul je hier zien. Hier zit de stekker aan. Die komt hier. Dus eigenlijk krijgen we daar deze situatie. De stroom gaat er in en gaat aan de andere kant uit. Nou, als we gaan beginnen, het eerste wat we natuurlijk gaan doen, is zorgen dat de stekker uit de stopcontact is. Nou, jullie zien het. Stekker uit de stopcontact, dus ik kan veilig gaan werken. En het tweede wat je gaat doen, is dat je toestemming gaat vragen aan je ouders als je minderjarig bent. Want als je aan stroom werkt, kan het levensgevaarlijk zijn. Dus vraag eerst even toestemming aan je ouders of het mag. En dan kun je aan beginnen met het project. Nou, ik ga eruit een plekje zoeken waar ik hem wil inzetten. Nou, ik kies ongeveer halverwege deze kabel. Ik ga hier pakken. En met de kniptang knippen we de kabels door. En er is geen goocheltruc, ik knip inderdaad de kabels echt door. Dan doen we deze kabel even weg. En houden we zo eigenlijk alleen het stekkergedeelte over. Wat je dan gaat doen, is dat je met de kniptang de zwarte mantel op zichzelf af wil gaan halen. Nou, let erop dat je niet te hard knijpt, want knijp je de kabel dan binnen. Maar ga hem voorzichtig inknijpen. Heel voorzichtig. Dan zul je langzaam zien dat de kabel een beetje gaat breken. Dan kun je hem langzaam ombuigen. Dan kun je, als je een beetje hard trekt, de mantel zelf aftrekken. Nou, lukt het niet, blijf even wat langer trekken of knip hem nog een keer in. Maar uiteindelijk zul je zien dat je de mantel eraf komt trekken. Vervolgens zou je twee draadjes over. In dit geval dus een bruine en een blauwe draad. Nou, we werken met wisselstroom, dus eigenlijk komt er aan beide stroom te staan. Maar we zeggen altijd, de bruine of de rode draad is de plus en de blauwe draad is de min. Nou, als we verder gaan, gaan we eerst even kijken of toevallig met het inknippen niet de mantel beschadigd is. Is die beschadigd, knip het dan gerust af en ga gewoon opnieuw beginnen, want safety first natuurlijk. Nou, bij mij is het goed gelukt, dus we kunnen het aluminium gaan weghalen, of sorry, het plastic gaan weghalen. Eerst beginnen we met blauw, knip er een heel klein beetje in. En vervolgens kun je hem eigenlijk gewoon het plastic aftrekken. Nou, doen we de volgende ook natuurlijk. En dan hou je dus twee stukjes met de koperdraad open. Je pakt met je vingers de koperdraad vast en je twist ze eigenlijk in elkaar. Zo maak je hem goed aan elkaar vast. En je zou, als je soldeerbout bij de hand hebt, een klein beetje soldeertin over kunnen doen. Dus niet verplicht, maar het kan wel. Hij draait ze op. En vervolgens knip je ze af tot ze ongeveer 3-4 mm lang zijn. Doen we daar ook. En daar ook. Nou, vervolgens kunnen we dan de Somfy pakken en ga je goed kijken. We moeten naar de input gaan kijken. Dan zie je hier op de verpakking al staan een L en een N. De N is van de nuldraad, dus wel de geen stroom staat. En de L is waar de stroom op staat. Je kunt onthouden met de live wire en de nuldraad. Dus de non en de live. We gaan hem met z'n allen aansluiten. We gaan dus de bruine bij de L zetten. Je duwt hem eigenlijk gewoon in. Misschien moet ik op camera te zien. Nou. Wat we hebben vergeten, eerst moet je de schroefjes open draaien. Dat is slim, Davy. Je pakt een klein schroefdraadje en je draait gewoon de schroefjes open. Nou, volgens dat druk je de draadjes eigenlijk in de gaas die ervoor zijn. En let erop dat er geen koperdraad meer uit blijft steken. Zodat ze goed in zitten. En vervolgens kun je eigenlijk het draadje weer vastdraaien. Let erbij, als je vastdraait, draai ze goed vast. Maar vast is vast. Dus ga niet te hard doordraaien, want dan breek je de boel gewoon af. Zo. Als ze goed vastzitten, controleer je eventjes en eigenlijk is deze kant al klaar. Vervolgens pak je het afdelingsassortje wat erbij zit en ga je die aan een keer opschroeven. Op deze manier. Nou, ze worden schroefjes bijgeleverd. Deze kleine schroefjes, daarmee kun je vastmaken.
en zo. En nou, bij schroefjes geldt, zet ze goed vast, maar zet ze niet te strak vast. Nou, vervolgens controleer even de kabel. Er kan aan het trekken, gebeurt niks. En dat betekent eigenlijk dat dit gedeelte klaar is. Nou, hetzelfde gaan we doen natuurlijk bij de andere kant van de kabel, waar de lamp al zit. En die gaan we hier aan zetten. Nou, ik ga even buiten de kamer onder en dan kom ik zo meteen bij je terug. En uiteindelijk, we zijn na 10 minuten later, zit het kastje dus tussen de kabel in. Als we vervolgens de stekker in de stopcontact gaan steken, dan zul ik zien dat het kastje vanzelf aangaat. En het groene ledlampje begint al te knippen. Dit betekent dat de wifi gaat zoeken en die kunnen we later mee verder gaan. Maar inmiddels kun je hem al gaan gebruiken. Want als je op de zwarte knop drukt, zal automatisch de lamp aangaan. En uiteindelijk als je nog een keer op drukt, zal de lamp uitgaan. Oftewel, je kunt zelf controleren of het kastje werkt. En zoals ik al zei, in de volgende video laat ik jullie zien hoe je automatisch met je telefoon het kastje kunt gaan aansluiten. Maar ik heb nu een lamp gemaakt, maar je zou ervoor kunnen kiezen om gewoon een stekkerdoos te kopen. En hem eigenlijk dus in de stekkerdoos vast te maken. Zo kun je dus eigenlijk gewoon een hele rits met lampen automatisch uit laten gaan of aan laten gaan. Echt handig voor kerstversiering voor volgend jaar alvast. Hey, onderaan de videobeschrijving vind je een aantal linkjes waar je zelf het kastje kunt halen. Ik heb een aantal linkjes van China Naked, maar ook een aantal linkjes hoe je ze zelf in Nederland kunt halen. Heb je nog vragen over? Stel ze gerust die onderaan de reacties. En dan zie ik jullie graag de volgende keer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Waar we eens laten zien hoe dat je het kastje tussen met je telefoon kunt gaan instellen. Nogmaals, ik wens je een hele fijne dag toe. En zou zeggen, graag tot de volgende keer.